De spieren goed losmaken. Nog één keer kijken naar de polsstok. En dan gaan. Met een stok van zo'n 7 meter lang over een sloot springen. Oftewel, fiedeljeppen. Hier in Elst strijden deze kinderen om de titel beste fiedeljepper van Friesland. Je kan eigenlijk gewoon heel ver springen. Dat gevoel dat je zo stilstaat en dat je gaat klimmen. Als je over het water gaat, ja, je kan een hele mooie sprong maken. Dat geeft wel een hele mooie kick. En je wordt er lekker sterk van de fiedeljeppen. Fiedeljeppen betekent letterlijk ver springen. Vier is een ander woord voor ver en jeppen betekent springen. Ver springen dus. Ja, Thomas! En de sport wordt al jaren gedaan. Het jeppen, zoals men deze sport in Friesland noemt, is heel wat moeilijker dan het lijkt, want het water is 10 meter breed. Al duizenden jaren springen Nederlanders over slootjes, maar echte wedstrijden zoals deze bestaan sinds 1956. Op die manier komen de besten in de buurt van de 15 meter. Het is een traditionele Friese sport en al jaren zijn de meeste wedstrijden dan ook in Friesland. Marieke, hoe doe je nou echt goed fieljeppen? Nou, het begint gewoon met de concentratie. Want wat doe je nu? Concentreren, voordat je even kan bedenken in je hoofd. Hoe ga ik nu springen en waar moet ik vastpakken? Hier zo pak ik hem vast, zodat ik hoog erin zit. En hoe moet je dan klimmen? Je moet één voet achter en één voet ervoor. En dan omhoog? Ja. Dan land je hier. Eerst ga je uitspringen en dan land je hier zo in het zandnet. En dat de techniek vandaag goed is, is belangrijk. Want het Friese kampioenschap, dat is niet niks. Eén van de belangrijkste wedstrijden in het jaar. Nou, het is wel spannend, maar ook wel heel leuk. Ja, je moet wel heel goed zijn om hier mee aan te doen. Het niveau bij deze wedstrijd bijvoorbeeld ligt heel erg dicht bij elkaar. En dus is het bij de finale ook super spannend. Maar uiteindelijk kunnen er natuurlijk maar een paar de beste zijn.